deze, maar ik ga ervan uit dat uw betoog een goede samenvatting is van wat erin staat. Nu, met een aantal van de voorbeelden die u geeft, ben ik het helemaal eens. Bijvoorbeeld dat systeem van de emissierechten van het verschrikkelijk pervers systeem. Maar eigenlijk, de rode lijn in uw betoog is, zolang we blijven denken in termen van markteconomie, komen we erop. Nu, dat vind ik een heel erg pessimistische, om niet te zeggen uitzichtloze boodschap. Want overal hoor ik zeggen, het is 5 voor 12, het is 1 voor 12, het is al 5 na 12, voor wat de klimaatverandering betreft. Als we nu ook nog moeten wachten tot de vrije markteconomie wordt vervangen door een ander systeem, dan denk ik dat het helemaal uitzichtloos is. Vooral dat de vrije markt in opmars is de laatste decennia. Ik geef u 2 voorbeelden, de Sovjet-Unie en China, daar hadden ze een ander systeem. Niet dat ik ben daar een coole minnaar van dat soort systemen hoor. Maar daar bestaat nu een vrije markt zoals wij er geen meer kennen. Wij hebben tenminste een sociaal gecorrigeerde markteconomie. Daar is het wildgroei tot en met. En dan vergeten we dat de grootste groeicijfers op dit moment in Afrika genoteerd worden. Ik weet wel dat 0+12% nog altijd heel weinig is, maar het is wel zo. Die zijn in opmars en dat weten we hier in Europa niet. Dus ik vind dat een boodschap van uitzichtloosheid eigenlijk. Nee, niet waar. Wij moeten daar niet op wachten, mensen, dat we gewoon doen. Maar wat moeten we doen? Als zijn stelling is, zolang we binnen de vrije markt moeten opereren, gaat het geen zoden aan de dijk zetten? Is het hopeloos? Ja, waarom wachten we om zo weinig mogelijk te consumeren? Waarom wachten we? Maar zelfs als wij hier met z'n allen doen, dat staat de Groene Partij, die hebt zelf gezegd in Europa, gemiddeld 8, 9, 10, 11, 12 procent. Zelfs dat al uw kiezers het doen en ze doen het niet allemaal. Hè? Zelfs die al gekozen. Dat heb jij. Ja, mevrouw heeft dat wel, ik denk dat de afstelling overschot van gelijk heeft. Dus ik denk dat de reden is om pessimistisch te zijn. En dus, ik ben ook wel bewust pessimist. Dus ik denk, mensen die verhaaltjes vertellen, bijvoorbeeld mensen van de Groene Economie, als ze de rapporten en speeches leest, dan zijn die optimistisch. Want we gaan het doen. We kunnen perfect met de huidige economische mechanismen, met de markt, met de bedrijven die we hebben, kunnen we het probleem oplossen. Optimisme, we kunnen er geraken. Ik denk dat optimisme misplaatst is. Ik denk dat er redenen zijn om daar heel wat aan te twijfelen. Ik denk dat we daar niet op die manier gaan geraken. Dus ik denk dat pessimisme ook een gezonde kracht, een kritische kracht kan zijn. Ik denk dat we vooral realistisch moeten zijn. Dus de uitdaging is gigantisch om klimaatverandering tegen te gaan. Het is nog altijd mogelijk, maar het gaat drastische stappen verder. En ik ben er ook van overtuigd dat je dat het niet kan kunnen doen zonder aan de markt te raken, zonder aan het kapitalisme te raken zoals het vandaag bestaat. Dus ik ben daarvan overtuigd. Dus als je ziet de omvang van de ecologische crisis vandaag, niet enkel klimaat, maar ook biodiversiteit, noem maar op, de verzuring van de oceanen, de afvalberg enzovoort, dan durf ik gerust zeggen, binnen 30 en 100 jaar gaat de wereld er compleet anders uitzien. Het gaat ofwel één grote catastrofe zijn, ofwel gaan we iets anders hebben gevonden, een ander economisch systeem dat niet gebaseerd is op groei voor de groei voor de groei, op winst, op consumeren tot aan de sterren enzovoort. Dus dat is wat er voor ons ligt. Betekent dit dat we een soort van complete afschaffing van de markt nodig hebben, alvorens dat we iets nuttigs kunnen doen, een soort van revolutie, complete omwentelingen nodig hebben voordat we iets kunnen doen? Dat denk ik niet. Je kunt hier en nu stappen zetten die in de goede richting gaan, zolang ze maar in de goede richting gaan. En om opnieuw ons verhaal heel erg te vereenvoudigen, dus je hebt 1 strategie om iets te veranderen via de markt, dat zijn 2 andere strategieën. 2 andere strategieën die wij, of 2 andere paden die wij naar voren schuiven, dat is opnieuw meer democratische controle, publieke regels enzovoort. Dus opnieuw meer overheid in de economie. Ik durf dat gerust te stellen. We hebben meer overheid, een grotere publieke sector, een grotere rol van de democratie nodig in onze maatschappij, in onze staat, in onze maatschappij, in onze economie. En de tweede piste is wat we noemen de commons, het gemeengoed. Dat is eigenlijk alles wat we delen met elkaar, dat niet tot de markt behoort, geen private eigendom is en ook niet
tot de staat behoort. En op dat vlak is er ontzettend veel aan het bewegen. Van coöperatieven tot deelprojecten, autodelen, huis, co-housing, noem maar op. Vaak heel klein en bescheiden. Maar dat zijn heel concrete experimenten die een piste aanwijzen in de richting van waarvan we moeten gaan. En dus, voilà. Dus dat is wat ik vind dat we moeten doen. We kunnen verschillende paden kiezen waarlangs dat we een transitie willen maken. Ik vind dat we niet moeten werken via allerlei die beurstechnieken, marktmechanismen enzovoort, zoals de voorstanders van de huidige groene economie dat doen. We moeten inzetten op de commons, transitie maken via het middenveld, allerlei initiatieven die vandaag gebeuren. Ik woon vandaag in Gent en dat is gek in Gent en dus, daar gebeurt ontzettend veel rond. Ik vind dat heel goed vol. En we moeten opnieuw meer in publieke handen gaan nemen, in collectieve handen gaan nemen. Als je kijkt, klimaatverandering is één grote milieucrisis, maar er zijn er nog andere, een aantal andere. Heel wat van die grote milieucrisis, de mondiale milieucrisis, gaan in de radicaal verkeerde richting. Er is één mondiale milieucrisis die we min of meer onder controle hebben. Dat gaat in de ozonlaag. Hoewel, mijn laatste rapport is weer pessimistisch, maar wel. Er zijn wel wetenschappers die toe geweest die zeggen van oké, we hebben dat probleem en we hebben min of meer onder controle. En hoe komt dat? In de jaren 80 hebben we regeringen beslist niet om een heel ingewikkeld emissiehandelssysteem op te zetten in naam van de strijd tegen het gat in de ozonlaag. En had dat kunnen doen, dat was perfect mogelijk. Ze hebben gewoon gekozen om regels op te leggen, bepaalde producten te verbieden en dus regels op te leggen aan bedrijven. En dat is ongemeen efficiënt gebleken. Een ander voorbeeld. De Europese Unie heeft regels opgelegd voor de efficiëntie van auto's, regels opgelegd aan de autoconstructeurs. En dat heeft een zeker effect gehad. Misschien nog te weinig, het zou nog veel verder moeten gaan. Maar dat laat zien dat er door uw overheid, via uw democratie, als je regels oplegt aan bedrijven en dus de markt niet helemaal vrijlaat, maar opnieuw dingen in collectieve handen neemt of dingen collectief reguleren, dat kan werken. En dat zijn heel concrete dingen. Je kunt hier en nu, ik denk dat Bart daar mee bezig is, hè, veel mensen hier in de zaal, heel concrete stappen te zetten in die richting. Zolang het maar gebaseerd is op het verre doel, hè, we moeten proberen een maatschappij te hebben waarin we minder in de greep zijn van die marktwerking. Bart? Ik bedoel, de toestand is ernstig. Dat is het uitgangspunt. Je kunt daarover pessimistisch zijn. Dat helpt mij niks vooruit in mijn dagelijks werken in dat parlement. Als ik iedere dag wil opstaan vanuit een pessimistisch gedachtegoed, dan ga ik niet blijven werken zoals ik dat nu al 35 jaar doe in de politiek. Of 15 jaar als parlementslid. Ik bedoel, iedere dag sta ik op en zeg ik ga vandaag proberen weer iets te veranderen, omdat ik weet dat iets kan veranderd worden. Dat is toch de enige ingesteldheid om blijvend activistisch, blijvend alleen met plezier uw werk te doen. Want de opdracht te vervullen die je van, in mijn geval, van 322.000 kiezers hebt gekregen. Dus ik moet vanuit vanuit wetende wat de toestand is, en die is ernstig, en die is wat mij betreft niet hopeloos, die kan veranderd worden. En effectief, we moeten meer regels kopen. De overheid moet terug het heft in eigen handen nemen. En wat meer is, we moeten dat Europees doen. Degenen die u vertellen, en de eurosceptici en de populisten, die zeggen van, we hebben daar Europa niet voor nodig, die hebben het bij het verkeerde eind. Het zal alleen maar zijn, door samen te werken, dat we alle problemen op een min of meer goede manier gaan kunnen aanpakken. Of dat nu milieuproblemen zijn, of de problemen van hoe dat er wordt omgegaan met speculatie, of met belastingsontwijking, of met belastingsfraude, of met vervuilers, of met, ik bedoel, we moeten samenwerken tussen staten. Want het is niet Duitsland alleen, het is niet Frankrijk alleen, het is zeker niet het Verenigd Koninkrijk alleen, dat soort problemen gaat aanpakken. Dus dat is voor mij het uitgangspunt. En er moeten meer regels komen. En het systeem heeft getoond dat er meer regels moeten komen. En het systeem heeft getoond dat we als overheid ons niet mogen laten wegspelen. Ik bedoel, de financiële economische crisis, de crisis van de banken, van de financiële wereld, het is toch het meest perfecte voorbeeld in de concrete realiteit, dat aantoont dat als de overheid terugtreedt, dat er grote ongelukken gebeuren. Wat is er gebeurd in de financiële wereld? Op het moment dat eind van de jaren 70, begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, het neoliberalisme volop voet aan wal kreeg, met de politiek vertaald door de verkiezing van mensen als Thatcher en als Ronald Reagan, heeft men beginnen dereguleren, privatiseren, competitie voor alles. En dat maakt wat de maatschappij nu is, wat dat ze is.
En als er in 2008 een bankencrisis is geweest, dan is dat omdat alle regels die er waren, en goede regels die er waren rond banken en de functioneren van banken, de regels die we geleerd hadden in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw, na de grote beurscrisis van 1929, we hadden bankenregels, we hadden een van de beste bankenwetten van 1934 van Europa in die tijd in België, en we hebben mee, ook in de Europese constructie, maar niet omdat dat Europa is, maar omdat daar in meerderheid mensen zaten, ideologieën zaten, die neoliberaal waren, die neoconservatief waren, hebben we al die regeltjes laten verslappen en hebben gekomen tot de crisis zoals ze nu is. Dus de macht terugverwerven als politiek op de samenleving is essentieel. Dat is zo in de bankenwereld, maar dat is overal zo. En die strijd is er dag aan dag. En die moet je dus, als Matthias zegt, een van de mooie zaken is effectief van de automobielindustrie, nieuwe regels opleggen, zodanig dat ze qua productnormering beter zijn, minder CO2-uitstoot, dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik bedoel, dat krijg ik en met mij, mijn collega's, wij krijgen en de koepelverantwoordelijke van de automobielsector over onze vloer, we krijgen Mercedes over de vloer, we krijgen BMW over de vloer, Audi, en er is zelfs een strijd binnen de automobiel producenten zelf, van degenen die hoofdzakelijk eerder kleinere wagens produceren en degenen die de grote sleeën produceren. En die zeggen, ja, wij zouden moeten vrijgesteld worden enzovoorts. Maar dat is de realiteit van hoe een samenleving vorm wordt gegeven. En dat gaat dossier per dossier zo. En dus heb je daar mensen nodig in de politiek die verdorie zeggen van tot daar en niet verder. En dus noods keuren we dat niet goed en zorgen we niet voor een voldoende grote meerderheid. Leveren we die? In bepaalde gevallen moeten de minderheids... kun je met de minderheid zaken blokkeren als het zover gekomen is. Dat je daar niet toegeeft. Dat je daar inderdaad streng in de leer bent. Maar er zijn overwinningen die geboekt worden. Allee, ik bedoel, iets... Domeinen die ik erg goed volg, denk ik, landbouw. Als ik begon in 1999 als Europees parlementslid, werd er op een begroting van 100 miljard euro, toen 100 miljard euro, nu is de begroting 140 miljard, inflatie enzovoort. 100 miljard euro in 1999, Europese begroting, 13 miljard, 13% dus, ging naar exportsubsidies in de landbouw. Waarmee we dus ook op ecologisch gebied, voor catastrofes zorgen in derde wereldlanden. Op dit ogenblik, dankzij de strijd van 15 jaar, onder meer van de Europese Groenen, hebben we dat jaar na jaar afgekrabbeld. Met verschillende amendementen. De hardleerse amendementen van exportsubsidies afschaffen. Dat wordt natuurlijk niet goedgekeurd. De minder hardleerse amendementen, die zeggen zoveel... 100 miljoen afnemen, enzovoort. Op dit ogenblik, in de Europese begroting van 140 miljard euro, zijn de exportsubsidies nog 100 miljoen. Op 15 jaar tijd, moet ik dan pessimistisch zijn? Nee, ik ben toch... Ik heb toch wel dan, samen met mijn collega's, want dat is geen werk van één man of één vrouw, dat is werk van een hele groep, dat is toch iets dat je kunt zeggen, hey, maar je kunt zaken veranderen in de politiek, je kunt zaken veranderen. In Vlaanderen is er maar één politieke partij en zijn er maar een paar politici van die partij die openlijk zeggen, genetisch gemodificeerde organismen, GGO's, daar moeten we omzichtig mee omgaan. Dat is geen evidentie. We zijn evangelisten, predikers in de woestijn in Vlaanderen. Zelfs de sociaaldemocraten zeggen dat we gek zijn. Want ze zijn allemaal ingepakt door de biotechnologievallei van Gent en Leuven. In het Europees Parlement is dat niet zo. In Vlaanderen sta ik samen met Dirk Peeters in dat debat alleen. In het Europees Parlement vraagt men om een bepaalde maïs van Pioneer goed te keuren. En ik krijg steun van christendemocraten, van socialisten, van liberalen, Corinne Lepage, vroeger minister van Volksgezondheid, onder Chirac. Dat is geen linkse politica, hè.
Maar die staat aan onze kant als het over dat soort problematiek gaat. Wij laten een stemming in het Europees Parlement doorgaan over die pioniermaïs. En we halen op 500 uitgebrachte stemmen, 381 stemmen, dus 381 Europese parlementsleden die zeggen, wij willen dat niet. We zijn met 43 groenen in dat parlement. Dat we dus toch zeggen dat we niet alleen zijn, dat we toch ook mee mensen kunnen overtuigen. Dus ik hoef toch niet pessimistisch te zijn in mijn strijd. Zelfs in de Raad van Ministers, waar de ministers van Landbouw zitten, en waar we allemaal weten dat de ministers van Landbouw niet de vakbondsvertegenwoordigers zijn van boeren en boerinnen, maar van de grote agro-elementaire tussenschakels en de voedselindustrie en de distributiesector, zijn er 19 of 28 landen van we willen dat soort maïs, de GGO-maïs niet. Ja, er is nog een probleem. Er is een probleem in de besluitvorming. 19 of 28 is geen meerderheid naar Europese normen. Dus daar moeten we de komende 5 jaar op werken. Dat als 19 landen op de 28 zeggen van we willen dat niet, dat dan er ook niet komt. Die 19 hebben samen geen 65% van de stemmen. Dat is het probleem. Maar 19 zeggen nee, 4 zeggen wij willen dat wel en 5 onthouden zich. Daar staan we toch niet alleen in onze politieke strijd. Rond dat thema. En dan moet je, ik bedoel, dat is de hoopgevende boodschap dat ik ook wil brengen. Ook in een verkiezingsstrijd, godverdorie. Als we in een verkiezingsstrijd moeten gaan en zeggen, we kunnen er toch niks aan veranderen, dan moeten we er niet aan beginnen. Maar we veranderen dag aan dag iets. Dat is het optimisme. Ik heb nog een vraag. Even willen stoppen, maar. Even terugkomen op het einde. Tenminste, in uw eerste reactie naar Matthias, ik heb het op jullie gelezen, maar was ik een beetje negatief verrast als u sprak over balken over de sporen. Ik heb tenminste het boek niet ervaren als een aanval op de groene politieke partij. Laat dat. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. En ik moet zeggen dat mijn boek heeft op het einde goed herpakt, want ik ben het overtuigd. Jullie moeten samengaan. Ja, we hebben het wetenschappelijke, het onderzoekende, en voor mij is hun boek geen balk, maar is een enorme spiegel en ik hoop dat die spiegel rond de hele wereld bol geraakt, als ik dat beeld mag gebruiken. Iets anders wat ik zou willen zeggen om in te pikken op pessimisme. Ik ben ook zeer pessimistisch. Maar het gaat over de interpretatie en het gebruik van het woord toe als filosoof. Ja, we kunnen daar een heel debat over hebben. Maar pessimisme en een negatieve boodschap is iets wat we vandaag in onze huidige maatschappij absoluut niet graag horen. Ons haar komt daarover recht te staan. Het is aan jullie, denk ik, om daarvoor te zorgen dat we dat op een andere manier leren begrijpen. Als iets fout zit en als iets niet goed gaat, moeten we de moed hebben om dat te durven zeggen. Ja, ik zeg niet dat u dat niet zegt, maar dit is een betoog waar het een beetje op een zijspoor aan het geraakt was. Om bij de essentie te blijven tussen wat jullie hebben willen zeggen. Ik wil zeggen, dank u wel dat dit boek verschenen is. En hoe zit dat buiten Vlaanderen? Hebben jullie collega's, is dat een soort beweging of mensen, ecologisten, die groeiende is? Ik hoor recent dat NASA. En dat is, vond ik verrassend, dat NASA ook een rapport heeft, ik heb het niet gelezen, ik heb daar geen inzicht in, maar ook een rapport heeft laten verschijnen waarop toch een heel aantal van die zaken, en vooral op de vrije markt, en andere problemen hebben. Ik vond dat een positief signaal, ik weet niet of de informatie en de achtergrond juist is, maar als een organisatie, als die zich ook zeg maar, een ecologische boodschap gaat geven, Matthias, bedankt voor uw commentaar. Het gaat inderdaad om wat betekent pessimisme voor u. Enfin, ik verwijs graag naar een filosoof, Antonio Gramsci, die zegt pessimisme van de reden, optimisme van de wil. De toestand is heel ernstig. Hè. Als we redelijk nadenken, dan moeten we heel pessimistisch. Maar optimisme van de wil, we gaan er tegenaan. Hè. En het woord van Bart, ja, inderdaad. Ja, optimisme van de wil, filosoof uitvoeren. Ja, voilà. Dus het is een van de woorden, je kunt verzetten, je kunt bressen slaan en je kunt dingen concreet veranderen. Daar ben ik 100% van overtuigd, anders zou ik er ook niet zitten.
Dus, fijn. Ja, fijn. Moet ik antwoorden op wat je hebt gezegd. Ik heb het rapport van de NASA nog niet gelezen, maar het is inderdaad, het staat op mijn lijst van dingen die te doen zijn. Dus wat je merkt is dat er inderdaad een bewustzijn groeit, soms in plaatsen waarvan je het niet verwacht. Hè. Bij klimaatwetenschappers, bij academici enzovoort. En dus ik denk dat je ja, kiemen of bruhaarden hebt van mensen die verder denken dan vandaag. Hè. En op lange termijn denken en beseffen van oké, dit gaat niet zo ver. Hè. Alleen nog bijvoorbeeld de kritiek op de economische groei, hè. Dat is iets wat heel snel aan het groeien is, dat bewustzijn daar. 30 jaar geleden waren er ook al mensen die kritiek hadden op de economische groei, maar ik denk dat dat nu echt veel breder aan het doordringen is in academische middels, in sociale bewegingen, in NGO's, groene partijen enzovoort. Dus dat is enkel positief. Om te zeggen, van, ons boek, hoe situeert zich dat internationaal? Hè? Dus ik denk eigenlijk, wij hebben niks nieuws uitgevonden. Hè? Dus wij hebben niet het warm water uitgevonden. Wat wij eigenlijk hebben gedaan, is een soort verhaal gemaakt, dat eigenlijk door anderen soms wel veel beter is uitgeschreven. Zowel academici als activisten. Er is heel wat academisch werk, dus academisch werk rond emissiehandel, rond groeieconomie enzovoort, waarop wij ons natuurlijk hadden gebaseerd. Maar ook in de praktijk, in sociaal-ecologische strijdbeweging, denk ik dat wij ook bescheiden moeten zijn en ook toegeven van bepaalde landen, vooral in het zuiden, in ontwikkelingslanden, bestaan er veel interessante dingen waarvan we soms geen weet hebben en waar men veel verder staat in het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn. De naam van Vandana Shiva is hier al gevallen, dat is een beetje het symbool van die beweging naar het zuiden. Dus ik denk dat we daar lering uit kunnen trekken. En dus wat wij hebben gedaan voor een stuk, is dat soort ervaringen in een verhaal gegoten, dat vertaald in het Nederlands en hier in Vlaanderen in het debat gebracht. En dat heeft wel een klein beetje iets teweeg gebracht. En enfin, zoveel te beter. Hè. Maar dus ik denk dat er inderdaad wel iets aan het bougeren is, dat de geesten aan het veranderen zijn. En dat gaat met ups en downs. Hè. Eerlijk gezegd had ik zelf het gevoel dat de financiële crisis uitbarstte, dat een veel groter effect zou hebben. Hè. En dat bijvoorbeeld sociale bewegingen geherdynamiseerd zouden worden. En op dat vlak denk ik, ben ik het wel eens met Bart dat zij sceptisch is over de sociale bewegingen zoals ze vandaag bestaan. Dus ik deel dat scepticisme. Maar tegelijkertijd denk ik dat we sowieso staan we voor een periode van turbulentie. Dus we hebben net de financiële crisis achter de rug. Er komen nieuwe zeepbellen aan. De ecologische crisis wordt scherper. We hebben Fukushima gehad, we hebben milieurampen. En ik denk dat, opnieuw, ik ben misschien een beetje pessimistisch, maar dat is eigenlijk hoe dat de toekomst van de komende tientallen jaren, de komende eeuw, wellicht er zal uitzien. En dus dat soort grote gebeurtenissen zijn ook gebeurtenissen die kunnen zorgen voor een versnelling van het bewustzijn. Dat mensen plots, ja, dat de maskers vallen bij manier van spreken. Fukushima heeft ervoor gezorgd dat in Duitsland de energiewende daardoor kernenergie werd, dat er de kerncentrales voor een stuk werden gesloten, dat men ging inzetten op hernieuwbare energie. In Italië, kort na Fukushima, is er een referendum geweest waarbij de vraag was, gaan we nieuwe kerncentrales bouwen? Meer dan 95%, meer dan 90% van de Italianen heeft gezegd nee. Dus dat laat zien dat dat soort gebeurtenissen aangegrepen kunnen worden om stappen vooruit te zetten. Dus een mengeling van pessimisme en optimisme. De toestand is ernstig, maar we kunnen nog altijd echt zinvolle dingen doen om de tijd te goed te keren. Nog vragen? Als er geen vragen meer zijn uit het publiek, ik heb een dubbele vraag. In die zin, daar straks... Nou, een pintje pakken, wacht. Nee. Daar straks zei u ook, er is toch een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen electoraal. En je ziet toch wel dat het slot van de betoog van Matthias was, we moeten eigenlijk een verbreding hebben, we moeten een groter draagvlak hebben voor deze ideeën. En we hebben dus het middenveld nodig, een nieuwe sociale beweging. Maar als we zien, hoe gaan we dat doen in Vlaanderen? Want de twee grote vakbonden zitten bij de slimme groenen. En gecapitaliseerd. Enerzijds. Er is één vaststelling, hoe komt dat, hoe gaan we dat kunnen realiseren? En anderzijds ben ik, dat is een vraag naar aanleiding van uw tussenkomst, Bart. Hoe komt het dan in het Europees Parlement dat je daar wel bondgenoten hebt bij de Christen-Democraten, Liberalen en Socialisten, wat hier op een bepaalde thema dan niet het geval is? Hoe verklaart je dat? Wat het laatste betreft, door de vaststelling dat
Enfin, we hebben vandaag een rapport gezien van die Vlaamse parlementsleden. Dat is toch redelijk onthutsend. Als je ziet hoe 124 mensen in een parlement, hoe er daar maar een vijftiental, een twintigtal eigenlijk beoordeeld worden, dan moest je daar een examen over aanleggen, ze zijn geslaagd. Dus 80% van die verkozenen die zijn niet geslaagd. En waar houden ze zich mee bezig? Dat Vlaams parlement, en toch dat Vlaams parlement gaat over belangrijke thema's, hè. Dat is de uitvoering van het Europees milieubeleid, dat is de uitvoering van het Europees landbouwbeleid, dat is een stuk uitvoering van het weinige Europees sociaal beleid dat we hebben in Europa. Alles wat gezondheid en veiligheid op het werk is. Dat is een deeluitvoering van het Europees transportbeleid. Dus dat zijn belangrijke bevoegdheden in een parlement waar blijkbaar 80% niet gebuist is. En waarom zijn ze gebuist? Omdat ze bezig zijn met een onmiddellijke, wat er gebeurt onder hun kerktoren. Ik bedoel, het zijn allemaal schepen en burgemeesters enzovoort. Ik heb ze niet allemaal gelezen, ik heb daar ook de moed niet toe. Maar heel veel van wat de journalisten samengeschreven hebben is van is meer bezig met wat er in Beveren gebeurt dan dat hij zich engageert in dat Vlaams parlement om een breed maatschappelijk debat en richting te geven aan de maatschappij. Misschien. Dat is zijn dat ze er mee bezig zijn met de ecologische vraag te doen. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat wil dus zeggen dat Vlaams parlement. Dat je dat misschien ook zelfs met minder mensen kunt en dat je misschien daardoor de kwaliteit naar boven gaat halen en de dorpsmentaliteit gaat weghalen. Of bijvoorbeeld dat je moet zeggen van cumulatie met een aantal mandaten, zoals dat wij in onze eigen partij doen. Terecht, denk ik. Niet voor niets is onze fractie gemiddeld het best scorend en is geslaagd. Onze mensen zijn bezig met wat ze moeten doen. En die zijn niet bezig met andere zaken. Daar zijn voldoende mensen op lokaal vlak bij om goede schepenen te zijn en goede burgemeesters en niet in het parlement zitten. Ik denk dat dat het verschil is. Ik zie dat van mijn collega's, mijn medestanders in het Europese parlement, in de milieucommissie, rond thema's als voedselveiligheid, milieu en volksgezondheid, dat zijn allemaal voltijdse mensen die voltijds met hun job bezig zijn in dat Europese parlement. Die hebben geen bijjobs, die zijn, de goeie, hè? De Chris Davies van de Lib Dems, Corinne Lepage, Dagmar Rood-Berend van de Socialisten. Ik bedoel, als ik ze allemaal noem, het zijn mensen die voltijds bezig zijn en die investeren in hun mandaat. En die dus kunnen overstijgen wat. Een groot voordeel is ook, en moet dat erbij zijn, als ik wil een volledig antwoord geven op uw vraag. Het grote voordeel is natuurlijk ook in dat Europees parlement dat wij niet werken met een meerderheid en een minderheid. In die zin, er is geen regeerakkoord. Wij maken meerderheden dossier per dossier. Dus is het een dossier om, de groeilamp voor de wereld uit te bannen, dan wordt dat op dat moment is er een, of over de CO2-uitstoot van wagens of over die exportverstrenging van afval. Dan wordt er een meerderheid geworden, à fur et à mesure. Soms is dat een keer met de christendemocraten, groenen, socialisten. Soms is dat liberale, groene, socialisten, extreem links. En je krijgt dus een totaal andere mentaliteit, ook in het parlement, waar mensen veel meer dan in een nationaal federaal parlement in België of een Vlaams parlement in Vlaanderen, veel vrijer zijn om te gaan nadenken en dan ook goede beslissingen te nemen. Terwijl bij ons, er is een regeerakkoord, die zullen straks onderhandeld worden. We zullen zien welke meerderheid er komt in Vlaanderen en federaal. En als je dan individueel parlementslid bent, die wil actief zijn en je wil iets doen of je verwerft nieuwe inzichten buiten wat er in het regeerakkoord staat, dan word je op je vingers getikt direct door je partijvoorzitter. Want die denkt, of die zegt van,
je moet daar niet over praten, want de andere coalitiepartners, daar is niet over gesproken, maar gaan misschien daardoor onze positie in de coalitie in gevaar brengen. Dus je zorgt voor immobilisme van het moment dat het regeerakkoord is afgesloten. En bij ons in het Europees Parlement is dat niet. En dat vind ik erg. De sociale beweging en de ecologische vraag. Dat was de eerste vraag. Hoe gaan we dat verbreden? Ja, hoe moeten we dat verbreden? Door te investeren, door te praten, door te dialogeren, door ze ook voor hele feiten te stellen. Ik organiseer nu samen met Dirk Holemans, die de eerste opvolger is op de Europese lijst, een actiemoment volgende zaterdag namiddag in Gent, vooral rond voedsel. We slagen erin, dus het gaat over verspilling van voedsel, onder meer. Dat is een van de thema's die we willen aankaarten. Dus 45% tot 50% van al het voedsel dat op de wereld wordt geproduceerd, geraakt finaal in de vuilbak. Dus om maar van impact te spreken op planeet Aarde en dan te zeggen, er is honger in de wereld. Hè. Ik weet, het is allemaal niet zo simpel door te zeggen van die 45% of die 55% kunnen daarmee de honger uit de wereld hebben. Maar er wordt enorm verspild. Ik wil daar een actie van maken. Het is nog een beetje pre-electoraal, dus het is nog niet een volle verkiezingsstrijd. Dat de mensen zeggen die daar passeren op de Korenmarkt zaterdag, dat is precies een thema dat toch belangrijk is. Dus ik slaag erin om drie topchefs, de drie Flemish foodies, Kobe Desramo van In de Wolf in Dranoter, Jason en Olly, om die te overtuigen om daar van 13 tot 14 uur te komen en te zeggen van kijk, mensen mogen ons groenten aanbieden, iets dat ze gevonden hebben nog in een koelkast, wij gaan daar iets heerlijk, iets lekkers van komen. Ik vraag hetzelfde aan 11.11. Of ik vraag hetzelfde aan een lokale actiegroep rond milieu en geld, om te zeggen, kom daar een keer uw woordje placeren, uw gedacht daarover zeggen. He, ik kook van woede, van 11.11. Belangrijke actie die ik steun, dat ik heel actief bij moet geweest. Oh nee, dat doen wij niet. We zouden kunnen politiek gerecupereerd worden. Ja, sorry, he, maar dus ik heb een hele zware en boze brief geschreven naar die mensen, om te zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Dus ik wil verbanden maken met de sociale beweging. Maar ze moeten ook willen durven. Ik bedoel, ik wil niet dat zij daar komen zeggen, ik stem voor Bart Staes of ik stem groen. Maar dat ze komen zeggen, wij zijn hiermee bezig en rond voedsel is dat ons gedaan. En zelfs dat durven ze niet doen op een publiekelijke actie op de Korenmarkt in Gent. Dus daar zullen we de komende jaren moeten in investeren. Dat is wat ik zei, misschien in het ontgoochelend eerste deel. Dat is wat ik wil zeggen van, heel veel van die organisaties zijn te veel aan subsidies gebonden en houden een kak in, omdat ze denken van, als we een keer iets zeggen te gunste van, of dat past in het kraam van de groene partijpolitiek, dan gaan de CD&V'ers en de Sociaaldemocraten en de N-VA'ers, die gaan ons wel weten te vinden. Als dat de mentaliteit is waarin onze nieuwe sociale beweging, onze oude sociale beweging, vakbonden in Kluis moeten functioneren, dan moeten we ons vragen stellen over dat model. Dus trouwens iets wat op woonniveau en woonbeleidsniveau Mieke Vogels gaat doen met de publicatie van haar boek over anderhalve week. Oké. Okay. Ja? Ik denk in dit concrete geval dat ik nu naar voren breng van rond voedsel niet. Ik bedoel 11.11, een lokale actiegroep van voedselteams, van stadslandbouw. Het ging concreet over dat soort organisaties. Ik denk niet dat de organisaties zijn die direct vermarkt zijn. En let op, een organisatie als 11.11 slaagt er dan nog in om het hele thema van wat Matthias ook heeft aangebracht rond klimaatrechtvaardigheid, heel pertinent, nu al 2 of 3 jaar lang in haar jaarlijkse hoogmis naar voren te brengen, hè, de periode rond 11 november. Dus ik denk niet dat daar het probleem is. Ik denk dat het probleem daar is echt van, we mogen niet te veel geassocieerd worden, partijpolitiek, met mensen die hetzelfde zeggen als ons. Mevrouw. Wat is hier vraag?
vuren van de sociale bewegingen en de natuurbewegingen is heel erg optimistisch. En ze kijken waar de macht is. Dus waar staat ze bij de CD&V geweest zijn of in de NVA? Zou ze daar wel geweest zijn? Maar dan zou ik niet de zaken gezegd hebben dat ik nu zeg. Oké, ik stel voor, ik geef u graag het woord. Ik zou Bart en Mart nog willen danken, maar toch geef ik nog graag het woord aan de voorzitter van Groen Oostende, Natasja Wassman. Dat is gewoon www.groenostende.be en daar vind je eigenlijk heel veel op. Ik had eigenlijk een aantal dingen opgeschreven vanavond, maar ik zeg het nu heel, heel kort, die ik wel heel interessant vind, ook in het licht van de dingen die wij proberen hier te bereiken. Los van het lokaal niveau vond ik eigenlijk, en ik heb het daar straks ook al wat gezegd, het boek heel interessant, omdat het in mijn ogen wel een zeer, zeer ambitieus uitgangspunt heeft. Maar een uitgangspunt die maakt dat je wel terug aan het denken gezet wordt. Wij streven met Groen naar een aantal zaken, wij willen een aantal zaken bereiken. Wij proberen ook om volop daarvoor te gaan. Maar als je zo'n ingrijpende maatschappij of maatschappelijke verandering nastreeft of poneert als een mogelijkheid, dan ga je soms toch wel een klein beetje anders gaan nadenken. De wijzigingen die vooropgesteld worden of de problemen, gesteld worden om daar een oplossing voor in te voeren, impliceren zodanige grote veranderingen. Ik hoor veel spreken over people, planet, profit en zeggen van profit aan de kant. Ik kan daarin komen dat een aantal mensen daar misschien niet echt voor te vinden zouden zijn. Dus dat geeft wel heel wat mogelijkheden. Maar anderzijds vind ik het wel een heel mooi uitgangspunt, ook voor ons als politieke partij, als Groen. Ik hoor Bart ook zeggen, Groen is een partij die verder kijkt dan de dagjespolitiek. Ik zeg ook vaak van, Groen kijkt verder dan de volgende verkiezingen. En dat is dat ook. En ik zie daar in dat uitgangspunt eigenlijk heel veel in even missen. Ik zie ook wel een aantal tegenstrijdigheden. In het boek wordt toch een stukje gezegd dat heel veel groene bedrijven of bedrijven die zichzelf groen noemen, veel organisaties die pretenderen om ecologie heel hoog in het vaandel te houden, dat die een stuk mainstream geworden zijn. Dat wordt wel geïmpliceerd. Anderzijds hoor ik Bart zeggen van wij moeten met een politieke partij mainstream worden, want in de marge kunnen we niks realiseren. Dus eigenlijk is dat een beetje een dualiteit waar wij mee zitten, waar we toch proberen om zoveel mogelijk binnen dat mainstream te horen, zoveel mogelijk draagvlak te krijgen, om dan die punten die wij belangrijk vinden, die misschien niet zo gemakkelijk verteerbaar zijn, toch mee in het bad te kunnen nemen. En dan het thema van klimaat, ecologie meer politiek op de agenda zetten, is nodig om in de kern aan verandering te werken. Maar het is nog altijd niet duidelijk, ook niet na vanavond denk ik, hoe we dat precies moeten gaan doen. Ik hoor mijn vrouw zeggen, je weet, dat we allemaal bij onszelf moeten beginnen en ik vind dat eigenlijk een heel goed uitgangspunt. Maar hebben we grote rampen nodig, zoals Matthias net zei? Ik denk het niet. Ik hoop van niet, ik hoop dat we het op een andere manier kunnen gaan doen. Maar het is alleszins voor nog heel wat anders. Dus bij deze wil ik jullie graag allebei bedanken voor jullie bezoek. Ik ga proberen vallen met iemand. Alsjeblieft. Lessen dat je krijgt, jongste.
je moet allemaal bedankt om te komen en hou zeker de website in de gaten als je het nog niet voor je aan. Ja. Dank u wel.